Hallo kijkers van UltraGamers93 en welkom weer terug bij GTA 3. Ik was van plan om naar Tony te gaan om een missie van hem te doen. En hopelijk heb ik vandaag niks met de triads. Anders krijgen die triads een klap tegen hun hoofd aan. Weet ik veel, ik heb geen wapens meer. Sinds de mooie stunt van gisteren. Nou ja, de pick-up. Oh, bedankt. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass. But don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Capriani. Oh, Tony Capriani. Niet Tony Caparino, maar Tony Capriani. Ik vind Tony Caparino toch iets mooier klinken. Nou, wat moesten we ophalen? Geld. En hij zei... Ja, pas op voor de triads. Nee, niet weer triads. Ik wil niks meer met die triads te maken hebben. Hoe vaak moet ik nog zeggen dat het duidelijk wordt? Ik wil niet met die triads te maken hebben. Die gaan zelf maar koffie drinken of wat triads ook maar doen. Maar ik wil er niks mee te maken hebben. Zo. Hier binnen ligt geld. Oh, ik kan er naar binnen rijden. Mooi. Gaan we er ook meteen naartoe rijden. Zo, ligt geld. Uh-oh. Valstrik. Ja, daar kan ik niet van winnen. Het was een trap. Nou, ik ga allereerst even rijden. Nou, dan stap ik hier in ieder geval in. Zo. Moeten we ze echt allemaal uitschakelen? Oké. Makkelijk zat. En nu dat busje nog. Waarschijnlijk. Of het is gewoon een triad. Busje. Zo. Dat was makkelijk. Dat was op zich een makkelijke missie. Gewoon iedereen overrijden. En die skills heb ik al omdat ik hoeren overrijd. Zo. Zo, Tony. Dat was een makkelijke missie, jongen. Zulke missies wil ik vaker. Hoer. Mooi. Was dat wel een doel? Nou ja. Ik weet niet eens of het een hoer was, maar... Zo. Mission Pass, 10.000 euro. Ja, oké. Okay. Is die op zich wel waard. Nou, Tony heeft nog een missie voor ons. Die gaan we dan ook meteen doen. Salvatore called a meeting. Don Salvatore has called a meeting. I need you to collect the limo and his boy Joey. Een limo? Dat is pas in stijl arriveren. Then we'll all drive over to the boss's place together. Those triads, they don't know when to stop. They want a war, they got a war. Ik heb zo vaak gezegd. Ik wil niks met die triads te maken hebben, dus ik wil ook geen oorlog met ze. Zo. Waar gaan we ook alweer naartoe? Ik weet alleen, we gaan een limo ophalen. Dat weet ik alleen. Ach nou ja, we gaan naar een limo toe waarschijnlijk gewoon. Weet ik veel. Het enige wat ik hoorde is limo en ik weet al helemaal gek. Daar heb ik nog niet in gereden in deze GTA. Ja, op zichzelf wel, maar nog niet tijdens opnames. En dat wordt leuk in stijl arriveren, net als een echte beroemdheid gewoon. Lekker chillen op de achterbank, champagne erbij. Tenzij, ik moet rijden, dan is het niet meer lekker chillen. Hé, hey, maar dit is de garage van Joey. Hoi Joey. Oh, mooie limo. Moeten we rijden? Ja. Oh, dus, wie is dat? Is dat Joey? Je ziet er netjes uit, man. Heel erg netjes. En we rijden bijna een gast aan. Oh, mooie limo dit. Die gaan we ophalen. Waar gaan we naartoe? Ach, nou ja. Laat ik gewoon maar naar het roze vierkantje.
gaan rijden. Ik kan niet verwachten dat ik Dewey nog te zien zou krijgen. Nadat hij van de ra- Gaan we echt naar Luigi nu? Die had ik ook niet verwacht weer te zien, Luigi. Oké, dan gaan we naar Luigi. Luigi! Jongen, makker. Hoe gaat het nu met je? Sanddoorn. Nu weet ik hem wel te vinden. En alle mensen hier lopen zo langzaam, echt. Nou, waar gaan we nu naartoe? Laat maar raden, we gaan Tony oppakken. Ja, dat zijn de enige drie die we nog kennen. Die ene aan de telefoon, weet ik niet wie dat was. En Marty Jones is dood, dus ik denk niet dat we Marty Jones nog gaan ophalen, want hij is dood. Diegene aan de telefoon zouden we op zich wel kunnen ophalen. Maar ik weet niet. Is die limo dan niet vol? Nou, oké. Okay. Sandhorn. Hey Tony. Is trouwens wel dik die gastje. Met zijn buikje. Maar daar heb ik niks op tegen, dus. Hey, er staat een minigame autootje. Een busje. No fancy crap. Nee! Triads! Wegwezen hier! Shit! 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 Triads! Die gasten ook altijd! Precies als je zegt, ik wil daar niks mee te maken hebben. Zo. Die verdediging van hun sloeg nergens op, kon ik zo overheen rijden. Op zich was dit ook een makkelijke missie. Als dit een missie was. You did good back there, kid. Real good. Come on, let's introduce you to the Don. Hey, Luigi! Oh, my girls have been missing you so long, Salvatore. You've been away too long. You tell them once this unfortunate business is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? It's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey. Your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it. Yeah, yeah. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know. Strong. Firenze. She's good. Fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. Hmm. I see nothing but good things for you, my boy. Oh, dat is altijd goed. Als je alleen maar goede dingen ziet, dan is dat altijd goed. 15.000 euro. Hmm. Wat heb ik geluk dat ik daar niet naar beneden was gedonderd. Oh. We hebben alleen nog maar een missie bij Salvador Leone. Nou, laten we die dan even nog gaan doen. Nog eentje. Chapter 1. Oh, hey, Maria, vertrouw je daar? Vertrouw je mij daarvan bij? And here she is, the one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring. Oh, we gaan weer met de limo, oké? Okay. Watch her. She can be trouble. Okay. Yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, Fido, let's go visit Chico and get some party treats. Ik heet Cloud, geen Fido. Fido. Ik heet Cloud, geen Fido. En dan klik ik weer verkeerd. Oké. Dan gaan we nog even met de limo lekker chillen. Met de vrouw van Salvatore, Leone. Maar echt, die barricade kon ik zo doorheen, zo bam! Sloeg echt helemaal niks op die barricade. Dat was de makkelijkste barricade waar ik ooit doorheen moest rijden. Hoer! Plat! Eigenlijk over mijn auto heen gelopen, maar ik noem dat wel plat. Ze leeft in ieder geval niet mee, die hoer. Zo. Taxi!
en ontwijken. En triers natuurlijk die mij proberen uit te moorden hier. Zo, waar moeten we naartoe? Oh, hier. Oké. Maybe you should check out the warehouse party at the east end of Atlantic Keys. Thanks, Chico. See you around. Waarom moeten we naar de haven? And enjoy. That's good stuff. Ik heb zo'n gevoel dat we naar de haven moeten. Atlanta Key. Ben er alweer aan gewend. Oh, een party. Yay, we gaan een party houden, jongen. Je weet wel, lekker chillen op een party. Ja, helemaal geweldig. Lekker feest vieren. Zo zo. Ik vind het al helemaal geweldig. Waarom rij ik toch verkeerd elke dag? Dit is niet goed voor mijn reputatie, verkeerd rijden. Zo zo. Nou, oké. We zijn bij de haven. Geweldig. Feestje. In ieder geval, we gaan naar een feestje, feestje, yay, lekker feesten, 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 yes, party in the house, party in the house. Ja, ik ga even zo parkeren dat ik meteen weg kan, want misschien vind ik deze party niet leuk, dan wil ik meteen vluchten. Mag ik niet eens naar binnen? Wat een ziek feestje is dit nou weer? Ik wil daar naar binnen, is groene rook daar. Oh, nee, dan wil ik daar niet naar binnen. Kan ook vergiftiging daar. Vergiftige rook daar zijn. Oh, twee bewakers. Mag ik ze plat rijden? Een auto. Uh-oh. Zo, die ramp zo die er nog voorbij. Zo, ga dan. Stap in! Gast, kom snel naar buiten en stap in. Waar is ze? Wegwijzen hier! Oké, video. Ik ben video niet, ik ben Cloud. Onthoud mijn naam eens. En politie wezen. Hij is niet zo irritant. Anders ga ik ook heel erg irritant wezen, politie. En dat wilt u niet. Kom op. Even alle hoeren negeren. Hij rijdt zomaar die lantaarnpaal over. Oké. Okay. Gaan we hem proberen af te schudden. Zit politieagent. Oké, okay, gaan we hier naar links. Gaan we hier naar rechts. Gaan we hier weer naar rechts. Gaan we hier rechtdoor. Lukt het me een beetje met afschudden? Niemand meer achter me aan. Dat was makkelijk afschud. Jawel, wel weer iemand achter me aan. Zo, parkeerde hierin. Ja, kom op. Myself for the first time in a long while, and you know, you treated me really good. Uh-huh. Bedankt. I better go. I'll see you around, I hope. En onthoud hè, Cloud, geen Fido. 10.000. Wow. Oké. Wee, wat heeft hij trouwens een groot huis. Hidden baggage. Mooi. Dat is alweer nummer 2. 213.000. 213.000. Mooi bedragje. En we hebben Tony er weer bij. Maar, nou ja, dat is niet voor vandaag. Dat is voor morgen. Mensen, doe een duimpje omhoog. Abonneer. Als deze video een van je favorieten. Dan zeg ik, doei!